Dit is Café Olympique, een Olympische nieuwsbladpodcast. De verwachtingen zijn te hoog gesteld, vooral denk ik, want ja, Emma Meeseman, de beste speelster ter wereld of een van de beste, maar daar hangt dat dan allemaal aan op, maar ze zijn wel met vijven natuurlijk. Ik ben sportjournalist Janko Beekman en ik duik vandaag opnieuw het bad van de Olympische Spelen in. Hopelijk kom ik er niet te vervuild uit. Welkom bij de vierde aflevering van Café Olympique. Oké, de Cats gaan onderuit in eigenlijk de makkelijkste match van die poelen. Wat vinden we ervan? Ja, het was niet zo'n zeer goede match aan de Belgian Cats. Veel de bal verloren. De Duitsers waren zeer goed, vond ik. Ja, meer kan ik niet goed zijn. De supporters deden het al sinds zeer goed. Een zeer goede sfeer. Een grote Belgische teleurstelling in Parijs, die ga ik proberen te verwerken met Frank Raas. Dag Frank. Dag Janko. En ook collega Mark Vermeijer is er weer komen bijzitten. Dag Mark. Dag Janko en Frank. Dag Mark. En ook onze collega's die de Spelen Ginder live volgen, zagen dat het niet goed was. Ik zit in de wagen onderweg van Lille naar Parijs. Ik heb daarnet in het voetbalstadion van Rijssel een aantal zeer aangeslagen Belgian Cats gezien in de mixed zone. Emma Meeseman, Julie Van Loo, Antonia De Lare waren helemaal kapot van die nederlaag. Hadden het niet zien aankomen. Waren boos op zichzelf, op elkaar. Konden niet echt duiden hoe het kwam dat ze zo zwak hebben gespeeld. Waarin dat gebrek aan agressiviteit lag. En ze waren er echt kapot van, tot tranen toe. We hoorden collega Maarten Delvaux over de gigantische ontgoocheling bij de Belgian Cats, die hun eerste groepswedstrijd op het EK verloren tegen Duitsland. Ja, mannen, zien jullie een verklaring voor de mindere prestatie van de Cats? Nee. Ja. Korte podcast vandaag. Nee. Ja, nee, het is alleszins de eerste echte grote ontgoocheling van, van de Spelen tot nu toe. Qua België dan. Je had een beetje flauwe prestatie van de Lions, de hockeymannen. Maar dit steekt er natuurlijk wel echt bovenuit. Hè. Gezien hun traject, gezien hun status, gezien hun voorbereiding, kwam dit echt als een enorme verrassing. Grinta wordt vaak aangehaald. En dat ik vind dat ook een beetje flauw. Van, ja, die gaan er wel voor, maar het klikte helemaal niet. En Julie Allemand, die dan weggevallen was, maar ja, die was in de voorbereiding ook niet altijd bij. En die voorbereiding heeft een vals beeld geschapen. Denk ik. Ze hebben dan tegen de USA zeer goed gespeeld, maar die USA, ja, die waren ook buiten competitie. Ja. Die waren ook op reis en zo. Dat is, ja, de verwachtingen zijn te hoog gesteld. Vooraf denk ik, want ja, Emma Meeseman, de beste speelster ter wereld of een van de beste. Maar daar hangt dat dan allemaal aan op, maar ze zijn wel met vijven natuurlijk. Mm-hmm. Er was een soort overschatting ook binnen die ploeg gekropen. Toen wij een beetje denken aan de Rode Duivels. Ja, daar lijkt het een beetje op. Ja, van, ja, ons kan niks overkomen. We zaten al in de tweede ronde voor we moesten spelen. Ja. En natuurlijk, en die anderen zitten ook niet stil. Hè. Die Duitsers hebben dan ook iemand nog laten naturaliseren. En het was ontgoochelend, zonder meer. Er was geen ploeg. Nee. En Julie Van Loo, ja, dat is toch niet Julie Allemand. Ja, zo is het. Nee, klopt. Ja, dat is een andere Julie. Hè? Ja, Julie, je moest even denken. Dat klikt anders. Maar allemaal heeft zij een enorme klik. Hè. Die vinden elkaar blindelings. Mm-hmm. Zoeken nog een niveau hoger allemaal. Maar ja, in die voorbereiding, ja, dat waren oefenwedstrijden. Hè. Oefenwedstrijden zijn oefenwedstrijden. En als het er echt om gaat, dan plooit iedereen zich dubbel. En dat doen die Duitsers dan ook. Hè. En de nederlaag was uitermate terecht. Hè. Zeer terecht. Mark, we hebben het hier de voorbije dagen al gezegd. Van, we zitten in de poelen des doods met de Cats. Ja. Maken we nu nog kans op de volgende ronde? Ja. Toch nog. Ja, want ongeveer iedereen gaat door. Alleen de vierdes gaan niet door. Nee. Zoals in het voetbal, de beste derden. Hè. Dus twee van de drie beste derdes. Maar goed, het is echt wel moeilijk geworden. Ja, want je moet al winnen tegen Japan, minstens dat. Met veel punten liefst. Ja. En inderdaad. En dan nog speculeren op andere resultaten. Dus, en je komt dan ook al meteen in een slechtere positie in de volgende ronde uit. Ja, als we die al halen. Wel, inderdaad, ja. Dus, nee, goed, ik heb ook het driepuntpercentage is gaan opzoeken. En ik denk dat Duitsland nooit meer zo goed zal scoren als nu. Nee. Die hadden 50% van hun driepunters. Ja, goed, die waren vorig jaar zesde op het EK. België wint dat EK. Dus daar was wel geen onlogische verwachting dat de makkelijkste tegenstander ging zijn. Maar goed, zij zaten nu aan 50%. Vorig jaar op dat EK aan 33%. De Cats aan 27%. Gisteren, ja. Ja, gisteren. Ja, dus ja, dan helemaal zit, op tijden begon jullie van Loder toch een paar binnen te gooien. 0 op 11 beginnen. Dus
daar, ja. daar ligt qua scores al vast het grote verschil. Hè. Dus dat, en dat, ja, ik vrees dat dit wel eens kan echt ja, bijna fataal gaan zijn in ja, want in USA, het verloop. Ja, dat is normalerwijze een nederlaag, want die ja. hebben nog nooit verloren, hè, die Amerikaanse nee. vrouwen. Op een, sinds 92. Ja, sinds 92. Belangrijk. Ja, dus dat ja. Is, ja, maar goed. Die zijn dominanter dan de mannen. Ook onze collega Maarten zelf was gisteravond best ontgoocheld, maar dat had dan weer een heel andere reden. Voor wie dringend enkele kilo's wil afvallen, kan ik zeer warm het Olympische Spelen dieet aanbevelen. Er zijn nu 3 dagen van de Olympische Spelen officieel voorbij. En ik heb 3 keer 's middags en 's avonds niets kunnen eten. Omdat er niks wordt aangeboden in de perszaal van alle verschillende Olympische stadions. En ik geen tijd heb om aan te schuiven in de lange rijen van de standjes bij het publiek. Ook nu na de Cats laat vertrokken. Onderweg naar Parijs hoopte ik op de autostrade nog iets te vinden, maar het is 11 uur gepasseerd en alle tankstations zijn toe. Ik heb uit een automaat nog een zak madeleintjes kunnen halen en een cola. Dus dat is het eerste wat ik eet, dikke 14 uur, 15 uur na mijn ontbijt. Dus lang leven de Franse gastronomie, cola en koeken. We hebben het net over het basketbal gehad, maar er waren gisteren ook nog andere sporten. Mark, we zeiden het in de vorige aflevering ook al, jij maakt dagelijks een rapport van de Belgen op de Olympische Spelen. Je hebt de Cats genadeloos gebuist met een 2-10. Dat is hard, Mark. Hoe was het rapport van de andere Belgen? Dat was behoorlijk. Geen echte uitschieters. Ja, Mark is niemand die rap 8 en 9 schrijft. Nee, geen 8 of 9's. Maar goed, ja, je moet alle medailles... Als ja, op de Spelen moet je een medaille pakken. Hoeveel heb je Remco gegeven? 10. Remco ja. 10. Ja, maar ja, goud is 10. Ja, en ja, zilver... Kun je moeilijk. Nee. Ja, maar, ja, maar kijk, nee, ja, maar, ja, en wel dan 9 nog. En ik denk 8. 9 zal dan zilver zijn. Maar zo simpel gezien, is nu, ja. Je moet het allemaal een beetje in zijn context ja, kijken. Tuurlijk, sommige bronzen medailles ja. zijn... Als Nina nu... brons zou winnen, dan is dat ook bijna een 10. Goed, dan moeten we nog zien voor zondag. Dat ons al, je moet alles een beetje eerst in de context plaatsen. Ja. Hè. Ik zal hier een paar van uw punten overlopen, anders. Maar ja. Roos van Otterdijk die kreeg een 7-10 voor haar 10e plaats op de 100 meter rugslag. Ja. De Red Panthers ook een 7-10, want die klopte Frankrijk met 5-0. Ja, die zijn hockey. Goed bezig. Ja. Die zijn inderdaad goed bezig. Net als Sander Gillet en Joran Vliegen kregen een 7-10, ja, want die hebben zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbeltennis. En dan zijn we bij het favoriete onderdeel van Frank, daar is het zwemmen. Het zwemmen. Lucas Anvaux ook een 7-10. Ja, die jongen heeft wel toekomst. Hè. Die gaat de volgende spelen, hopelijk. Ja. Want Roos van Otterdijk ook, daar rekenen we ook op bij de volgende spelen. Maar gisteren was ze daar absoluut niet op antwoord. Ik weet niet of je dat interview gezien hebt. En ze ja, en volgende spelen. Nee, ik ga nu met vakantie. Ze wilden er niet over spreken. Nu is het vakantie. Ja. En voor de rest zwijgen we erover. Vond ik wel heel aandoenlijk. En die volgende speel, daar mogen we op zwemvlak wel veel van verwachten. Ik, want Lucas Anvaux, dat is binnen 4 jaar. Ja, ook al naar 2028. Ja, ja, maar voor een stukje is dat ook een beetje een zoethouder. Dat vind ik ook. Wat is 4 jaar is lang, hè? Dat is zeer lang. Er kan veel gebeuren in 4 jaar. Ja, bovendien, 19 is niet piep, jongen. Nee, dat bedoel zwemmen, ik ook. Dus die Popovici zeggen, die is ook nog maar 19, hè? Ja, dus die heeft al wereldrecord. Dus het is een beetje zo van, dit was niet super, dit was degelijk, het was goed. Okay. Maar om nu te zeggen, van dat zijn medaillekandidaten, of zelfs finale kandidaten voor Los Angeles... Ja, dan moeten dat ze is nog wel... Met zijn tandje bijsteken. Ja, ja. Maar pas op, Roos van Otterdijk, perfect gedaan in 2 zwemdisciplines. Ja. Envaux, ja, heel goed. Maar ja, finale, dat is nog iets anders. Dat is Pieter Timmers, dat is Fred de Burg. Ja. Het is geen Marchand bijvoorbeeld. Marchand, ja, dat is, ja, die gaat nu vandaag starten in 2 nummers. 200 meter school en vlinder. En morgen zijn dan die finales, want vandaag reeks een halve finale. Ja. Maar die heeft, ja, dat is eigenlijk de enige die in dit trage bad al dicht bij zijn eigen wereldrecord gezeten heeft op de 400 meter wissel. Ja. Want hij zwemt ook nog de 200 meter wissel. Dan zwemt hij ook nog in de estafettes, die jongen. Morgen heeft hij dus 2 finales. En ze hebben die... Ja, normaal gingen die na elkaar zijn. Mm-hmm. Maar ze hebben die dan uit elkaar getrokken, de Fransen. Lobbywerk. En hebben ze daar toch een uur tussen gestoken. Een uur. Dus om twee finales te zwemmen. Maar gisteren was het ook Popovici, 200 meter vrij. En vandaar beginnen de reeksen van de 100 meter vrij, wat toch het koninginnennummer is van het zwemmen. De 100 meter, de snelste man ter wereld. Voor ik het over het volgende onderdeel wil hebben, het paardrijden, wil ik eerst even een fragment van onze collega Wim Vos laten horen. Want die heeft er iets opvallends meegemaakt. Ja.
Olympische Spelen zijn ook voor journalisten uitdagingen. Dat zit zo, omdat iedereen erbij wil zijn op de Spelen, wordt het aantal plaatsen per medium, per krant heel erg beperkt gehouden. Zo zijn er voor het Nieuwsblad maar 3 journalisten die hier alle sporten mogen coveren. Ja, dat vraagt wel eens een aanpassing, omdat journalisten ook wel eens een sport moeten verslaan waar ze iets minder mee vertrouwd zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld wielerjournalist. Maar hier zal ik deze week ook de paardensport moeten verslaan. Ik zat bij de eventing op de paardensport in Versailles. En op dat moment komt er vanochtend een Australië naast mij zitten in de perstribune. Fors Australië, korte broek, soort van bruin lederen hoed op zijn hoofd. En hij komt de tribune op en ik hoor hem meteen al tegen iemand die hij kent zeggen van: "Hey mate, that's gonna be the first time I'm gonna write a story about horses." Oké. Vervolgens zet hij zich naast mij en met een luide plof gooit hij een boek op zijn desk. En op dat boek zie ik staan: How to watch the Olympics, laws and rules, heroes and zeros, an instant initiation to the Olympics. Enfin, eigenlijk dus een soort Olympische Spelen voor dummies. Zo kan het dus ook. De dames van de eventing die hebben ook een 7 op 10 gekregen, Mark. Ja. Ondanks hun 4e plaats, een chocolademedaille. Ja, groot. Ja. Dat is, het was nipte 2 balkjes. Hè. Ja, goed, maar eigenlijk maar 1. Ja, de 2e, dat was daar gedaan. Dus dat is natuurlijk vaak zo. In topsport is het altijd, zijn het vaak altijd details. En nu zijn het dan 2 balkjes. En wat een beetje meeviel in Tokio qua medaille, door net op het laatste momentje via een weigering, denk ik, van een Frans paard. Ja, of jumping een Frans... dan, hè, maar dit, eventing. Ja, kijk. Dus dan zat dit nu net een beetje tegen. En, maar ja. Dit is eigenlijk vooral in de dressuur, denk ik, wat misgegaan. Hè. Dat was een slechte beurt. Ja, dat was een slechte beurt. En, maar ik vind Karin Donkers vind dat wel heel straf. Want dat is een zwaar sport. Hè, die, ja, absoluut. Dat die op haar leeftijd, die was erbij al in 92. 8 jaar voor de geboorte van Remco Evenepoel. En van Janko? 4 jaar. 4 jaar al, dus je weet het niet meer. Nee, 4 jaar voor mijn geboorte. Oh, nee. Ja, dat is waar. Okay. Geboren in het magische 96. Ja. Hebben jullie naar het mountainbike gekeken ook? Ja, zeker. Pidcock, fantastische move op te rennen. Het was wel op het randje, moet ik zeggen. En tegen een Fransman dan nog, hè. Die werden dan allemaal gek, die supporters daar. En die begonnen hem uit te fluiten, maar ik vond het... Hij had ook lek gereden, hè. Dus het was wel heel straf wat hij gedaan heeft. Ja. De Belgen Jens Schuurmans en Pierre de Froidmont die werden respectievelijk 26e en 18e en werden daarvoor beloond door Mark met een 6 en 4 op 10. Ja, die ene is met die pols. Ja, wel, kijk, dus dat achtergrondverhaal van Schuurmans is wel frappant. Hè. Nog niet zo lang geleden zijn pols gebroken. Dus en dat je dan toch in een zware sport serieuze belasting op dat je verricht, toch dat uitrijdt en nog degelijk. Ja, ook mooi. Ja. Mooi. Ja. Geen idee of het ook in het boek staat van de nieuwe vriend van Wim, maar die heeft alvast geleerd dat je op al die verschillende sporten ook anders moet gedragen. Ik vind dat ze journalisten op de Spelen soms echt niet makkelijk maken. Op de paardensport bijvoorbeeld wordt van ons verwacht dat wij zo stil mogelijk zijn. Zelf meegemaakt. Ik ging naar het jumping onderdeel van de eventing. Kreeg na een half uur een beetje dorst en dacht even de tribune af te lopen om een flesje water te gaan kopen. En ik kreeg me daar een aantal verwijtende blikken. Want dat blijkt je dus niet te doen. Dan ga je s'avonds naar het beachvolleybal. En dat blijkt dan zo'n beetje de ambianceketen op de Spelen te zijn. Tussen 2 sets worden onmiddellijk een aantal dansers op dat zand gegooid. Er is een soort van professionele publieksopwarmer die het publiek continu opzweept. En er is ook een DJ. Maar dat is dan het probleem. Ook van journalisten wordt dan verwacht dat wij plots allemaal meedoen. En dat doen wij dus niet. Als het voulez-vous, aha, klinkt, dan willen wij nog wel eens een beetje meemompelen. Of als het Mamma Mia van ABBA is, dan schuifelen wij heel voorzichtig met onze voeten onder onze tafel. Maar als er een Mexican wave is, dan gaan we dus echt niet mee roepen of onze armen mee de lucht ingooien. En dat wordt dan ook weer niet geapprecieerd. Je zag dat heel duidelijk bij die Mexican wave. Die ging dan heel het stadion rond en telkens dat die aan de perstribune kwam, viel dat ding zo dood als wat. Dus dan hou je eens koest en dan is het weer niet goed. En als je nu afvraagt, waarom doen wij niet mee met die Mexican wave? Ja, we willen ook wel een beetje ernstig genomen worden natuurlijk. Geen triathlon bij de mannen vandaag. Die werd met een dag uitgesteld omdat de waterkwaliteit van de Seine door de regenval nog altijd niet goed genoeg was.
Dat hebben de triatleten ook vanmorgen pas bij het ontbijt gehoord. En ook ja, fans waren al met bussen onderweg naar Parijs. Die waren ook niet tevreden. Het is toch eigenlijk absurd dat dat kan op zo'n groot evenement. En ook, ze gaan dan morgen starten, want ze hebben het gewoon een dag uitgesteld. Ja. Om 10:00. Ze hebben nog ergens een reservedatum in augustus dan. Maar op één dag kan dat water toch niet plots veel beter zijn. Dat gaat toch over kleine percentages dan. Blijkbaar. Toch wel dan. Ja. Ik denk, het was net niet. En, ja, er was ook een filter kapot tegen. Dus, de kloorblokjes waren op. Maar ik begrijp dan niet dat ze daar geen ander alternatief voor hebben. Natuurlijk, dat parcours, dat moet wel aansluiten. Hè. Ja, dus, ze kunnen niet in een zwembad gaan zwemmen. Maar ja, ik denk dat toch een soort overschatting is geweest. Dan, ja. En het alternatief nu, Mark, is een duathlon. Dat is een andere sport, toch? Te gek voor woorden, eigenlijk. Als je goed kunt zwemmen. Gaan wij ons ook verzetten dan? Ja, wij gaan ons verzetten. Ja, inderdaad. Geen podcast morgen? Nee. Ja, op tocht. Of ergens anders opnemen, maar... Ja, nee, gewoon in het galgenweeld zwemmen. Ja, tussen de algen. Ja, tussen de algen. Frank, die kijkt uit naar het zwemmen, Mark. Waar heb jij nog trek in vandaag? Twee dingen. Matthias Kassen, uiteraard. Onze hopelijk gouden medaillist in het judo. En dan vanavond de rematch van de Olympische finale in het hockey. België-Australië. De eerste grote test voor de Red Lions. Die toch een wat gemengde gevoelens hebben overgehouden aan hun twee eerste matchen. Dus dat is wel, dat gaat echt al richtinggevend zijn, hè. Er zijn meer dan ooit 4, 5, 6 echte medaillekandidaten, of zelfs gouden medaillekandidaten in het hockey, wat voorheen niet het geval was. Dat waren de Lions en Australië eigenlijk net iets beter dan de rest. Ja. Dus dit is echt wel, het parcours wordt moeilijker dan in Tokio. Dus die dominantie die ze toen hadden in Tokio, en zeker in de voorgaande jaren naar Tokio, in de opbouw naar Tokio, die hebben ze niet meer. Dus het wordt boeiend en het wordt spannend. Ja, als je een rapport in het nieuwsblad hebben gezien, dan zullen ze alvast op scherp staan. Frank, waar kijk jij buiten het zwemmen nog naar uit? Moet even kijken wat er nog allemaal is. Ja, hè. Pak je bijbel er alweer bij. Wat is er zo nog allemaal? Tafeltennis zie ik graag. Hè. Daar zitten de Belgen uiteraard. Zijn kleine balletjes. We zijn er wel bij. Ja, dat zijn heel kleine balletjes. Maar ik vind dat heel telegeniek. Ja? Wat die mannen kunnen, dat is mee effecten. Want ik zie dat zeer graag. Ja. En als je naar die andere zenders gaat, dan zie je daar rugby, hè, BBC, Duitse televisie. Mm-hmm. Zie je allerlei sporten waar wij dan amper in meedoen. Er is ook maar één land dat in alle sporten meedoet. Hè. En dat is? Frankrijk. Frankrijk. Ja, Amerika niet. Alleen Frankrijk. Ja. Omdat die startrecht krijgen als organiserend land. In alle disciplines. Hè. In alle ploegdisciplines. Ze hebben bijvoorbeeld een hockeyploeg die echt heel slecht is. Maar goed, als organiserend land mag je altijd een ploeg inschrijven. Dus, ja, Frankrijk heeft al zeer veel medailles, heel veel zilveren. Gisteren was het op L'Equipe, veel zilver, hè, ook in het mountainbike, bijvoorbeeld schermen. Ze hebben heel veel medailles gehaald gisteren, de Fransen. Dus we worden helemaal gek. Wij zitten nu al even op onze honger. Die twee gouden medailles op zaterdag. Dat kan eigenlijk bijna niet. Hè, Twee gouden niet, hè. Goud en brons. Ik zei zilver, dat moest brons zijn. Ja. Goed, dan is het hopen op Matthias Kassen en een nieuwe gouden plak voor de Belgen. Hoeveel procent kans geven? 50% op goud, 95% op een medaille. Ja, normaal moet hij kunnen, maar er zijn er 3-4 kandidaten. En zijn grootste concurrent, van wie ik de naam niet kan uitspreken. Ik probeer het toch eens. Georgios Grigakilas Vigili. Ik vond het goed. Ik geef hem een 7 op 10. Merk hoeveel jij? 6,5. Dat zijn de mannen. En je hebt ook dressuur. Hè. De Belgen starten ook met 3 deelnemers in de dressuur. Ja. Waar wij allemaal iets minder van weten. En dat is onze schuld uiteraard. En wij oordelen hier ook dan over het vrouwenbasket. Terwijl we eigenlijk hier zitten en van ver. Je kunt alleen maar vermoeden wat er misloopt. Hè. Goed, Mark, ik stel voor dat we hier afronden, dat wij snel naar Matthias Kassen kunnen gaan kijken. En een beetje voor hem kunnen duimen, al moeten we als journalisten toch een zekere afstand bewaren. Dit was Café Olympique. Bedankt aan mijn gasten Frank en Mark om hier alweer te zijn. Ook bedankt aan onze mannen in Parijs en aan Nathalie Del Porto voor de productie en Pieter Santens van House of Media voor de montage. Uiteraard zijn wij er morgen ook weer. Tot dan.